Hey daar. Hey, in deze video wil ik het kort met je hebben over waarom is het nou zo lastig om gewoontes te veranderen. Ja, misschien heb je wel voor jezelf van die gewoontes die je al een hele tijd graag zou willen veranderen, alleen op de een of andere manier komt het er maar niet van. Je bent bijvoorbeeld al een tijd lang heb je het voornemen om meer te gaan sporten of om minder te snoepen of om te stoppen met roken of bepaalde andere gewoontes. Maar op de een of andere manier blijf je ze maar doen. En op de een of andere manier komt het er maar niet van om te stoppen met die gewoontes. Hoe komt dat nou? Waarom is dat nou zo lastig? En waarom is het dat 90%, 95% van de mensen die met een nieuwe gewoonte starten, daar uiteindelijk toch al gauw weer mee stoppen? Een hele belangrijke reden daarvoor is dat gewoontes grotendeels automatisch zijn. Gewoontes gebeuren vaak zonder dat je er überhaupt bij nadenkt. Kijk, ik stel het altijd zo voor, maar je hebt in je brein, je hebt een deel waar je bewust van bent. Hè, je bewuste gedachtes. Al je denken en doen waar je op een bepaald moment bewust van bent. Van die bewuste afwegingen waar je bij wijze van spreken een lijstje maakt met voor's en tegens. En dan vervolgens een afweging maakt. Echter, je hebt ook een emotioneel stuk en een onbewust stuk. Ja, een deel waar je wat minder bewuste invloed op hebt, maar wat wel meespeelt. Dat zijn van die momenten dat je thuis komt en dat je voordat je het weet al met je hand in de snoeptrommel zit. Of dat je voor je het weet dat je al een sigaret hebt opgestoken, zonder dat je er eigenlijk echt bij na hebt gedacht. Terwijl je jezelf toch echt hebt voorgenomen om het niet meer te doen. Dat zijn van die automatische, van die gewone patronen. Nou, gelukkig is ook daar verandering in aan te brengen. Op het moment dat je namelijk leert om niet alleen op bewust niveau een verandering aan te brengen, maar om ook met je onderbewuste te werken, dan is het mogelijk om dat makkelijker voor jezelf te veranderen. Je kan het een beetje zo voor je zien. In je brein zijn als het ware bospaadjes uitgesneden, zeg maar, in het bos. En hoe vaker je zo'n gewoonte ingaat, hoe meer dat bospaadje uitgehouden wordt. En op een gegeven moment dan wordt het een soort van snelweg waar continu auto's overheen rijden. Niet dat dit een snelweg is, maar er rijden wel auto's overheen. En dan op een gegeven moment kan je daar gewoon met 180 km per uur kan je daar overheen gaan. En dan gaat het eigenlijk moeiteloos. Nou, zo is het ook voor gewoontes. Op het moment dat je iets heel veel gedaan hebt, ik ben op dit moment op weg naar de sportschool. Nou, daar ga ik inmiddels al zo'n 4-5 jaar ga ik daar meerdere keren per week naartoe. Dus ik hoef er niet meer over na te denken. Het is gewoon iets wat moeiteloos gaat. Ik hoef er ook niet tegenop te kijken of zo. Het is gewoon prima. Dat wil je op een gegeven moment creëren. Nou, één ding hoe je dat creëert is natuurlijk door het heel veel te doen. Alleen gelukkig zijn er ook NLP-technieken om dat proces te versnellen voor jezelf. Wat je dan namelijk letterlijk doet is je koppelt een situatie waar je bijvoorbeeld thuis komt en er nog niks aan de hand is. Die koppel je aan het nieuwe gedrag wat je juist zou willen installeren. Dus in plaats van dat je hand telkens in de snoeptrommel verdwijnt, wil je bijvoorbeeld als nieuwe gedrag installeren dat je vervolgens gaat sporten. Of dat je vervolgens dat je thuis komt en nog even wat werk gaat doen. Of dat je thuis komt en dat je in plaats van dat je gaat snoepen, dat je gezond eten uit de koelkast pakt. Dat je een hap wortels pakt ofzo. En op die manier, op het moment dat je dat koppelt, dan wordt die actie vervolgens een stuk makkelijker voor jezelf om te nemen. Hoe krijg je beschikking tot die NLP-techniek? Die NLP-techniek is onderdeel van mijn nieuwste online videotraining, Razendsnel Resultaat. Misschien heb je daar al iets over gezien. En de videotraining wordt op dit moment, staat op het punt om uitgebracht te worden. Hij is bijna af. Ik ben alleen nog op zoek naar 3 bonussen die ik aan deze online videotraining toe kan voegen. 3 bonussen die deze videotraining echt helemaal afmaken. Daarbij ben ik eigenlijk op zoek naar wat zijn de vragen waar jullie mee zitten. Wat is nou een vraag die je op dit moment hebt met betrekking tot hoe krijg ik meer resultaat in mijn leven? Iets waar je misschien al een tijd tegenaan loopt, waar je maar niet uitkomt, maar waar je wel een antwoord op zou willen. Nou, stel die vraag in de reacties hieronder en de 3 vragen die het beste aansluiten bij de online videotraining Razendsnel Resultaat, die krijgen deze online training gratis.
Het is een cadeau ter waarde van €97 die je dan gewoon helemaal gratis krijgt, omdat jij een waardevolle toevoeging doet aan razendsnel resultaat en omdat ik me een beetje als Sinterklaas voel en graag cadeautjes geef. Dus als je de beste reactie kan vinden die goed aansluit op de online videotraining razendsnel resultaat, maak jij kans om te winnen. Even kort doorlopen waar de training ook weer uit bestaat. De training bestaat uit 3 modules. Module 1 is verandering onvermijdelijk maken. Daarin gaan we de hefboom voor jou zo groot maken dat je vanzelf een nieuwe richting opgestuurd wordt. Dat het heel makkelijk voor je wordt om te zeggen, oké, het is klaar, ik ben het zat, we gaan de andere kant op. En we gaan op een onderbewust niveau gaan we aan de slag om die hefboom, om die bij jou te creëren. Vervolgens in module 2 gaan we aan de slag om de weg aantrekkelijker te maken. Om het voor jou aantrekkelijker te maken, om makkelijker, sneller je doelen te bereiken en om al die gewoontes voor jezelf moeiteloos te laten verlopen. En vervolgens in module 3 gaan we dat nieuwe pad installeren in je brein. Daarmee gaan we dus aan de slag met die NLP-techniek om gewoontes automatisch te maken. Zodat je juist die goede gewoontes die jij graag wil implementeren in je leven, zodat je die automatisch maakt voor jezelf. Goed, ik ben inmiddels bijna bij de sportschool aangekomen. Dus ik ga even lekker sporten en we zien elkaar de volgende keer weer. Ciao!